70% van de vrouwen draagt dus een verkeerde maat BH. Ik vind het echt serieus heel veel. En nu draag ik zelf ook al jaren dezelfde maat BH. En figuren veranderen nou eenmaal. Dus ik ga me vandaag laten adviseren in een lingerie speciaalzaak. Goedemiddag. Hi. Kan ik iets doen voor je? Ja, ik vind het een prachtige, prachtige lingerie. Ja, is het ook. Dit is toevallig de collectie van Chantel, die wij bij de Magneet verkopen. Maar ik heb ook Prima Donna eventueel, Marie Jo. Zeg het maar, zoek je iets speciaals? Ja, een goed passende BH. Goed passende BH. Daar nou, kan jij me bij helpen, hè? Echt wel. Ja, gaan we doen. Kom verder. Hoe komt het nou eigenlijk dat zoveel vrouwen de verkeerde maat BH dragen? Nou, ik denk dat het aantal wel meevalt, maar ik denk dat vrouwen vooral te lang dezelfde BH dragen. En dat daar het probleem een beetje in zit. Want welke gevolgen heeft dat dan, een verkeerde BH? Nou, het is gewoon zonde voor je figuur. Je ziet er gewoon veel beter uit als je BH gewoon zit zoals die moet zitten en zoals je het beste eruit komt. Nu heb ik mezelf eigenlijk nog nooit laten opmeten. Is dat iets wat wij thuis makkelijk zelf kunnen doen? Nou ja, je kunt het natuurlijk wel doen, maar of dat helpt is een ander verhaal. Ik denk dat het beste is om gewoon zoveel mogelijk te passen, wat bij je past. En dan zie je ook hoe het verschillend zit. En waar moet je verder op letten als je een BH gaat kopen? Een doel waar je hem voor nodig hebt. Hè? Ga je sporten? Heb je iets glads nodig of juist iets kanterigs? Wil je push-uppen? Dat is het doel. En dan gaan we kijken welke maat je draagt, wat het mooiste zit. Ja. En nu heb je natuurlijk miljoenen vrouwen in Nederland en iedereen heeft een ander figuur. Ja. Kunnen vrouwen met juist een kleinere of een grotere cupmaat hier ook terecht? Ja hoor, absoluut. We hebben eigenlijk voor iedereen wel een oplossing. Hè? Of je nou gaat borstvoeden, sporten, of je een borstprothese nodig hebt of een BH daarvoor. Kan allemaal. Qua inspiratie met BH's gaat wel goed komen, maar die zomer staat natuurlijk ook voor de deur. Ja. En ik zag heel veel mooie bikinis hangen. Ja, ja. Moet je dan op hetzelfde letten als met BH's passen? Ik denk het wel. Dat lijkt me heel belangrijk dat het goed zit. Al heb je wel iets meer smokkelruimte. Een bikini zit natuurlijk wat meer rek in. Het komt soms net even iets minder precies. Maar wel dat het er goed uitziet. Ja. Zullen we die dan ook bij elkaar gaan shoppen? Ga ik even laten zien. Nou, zoals je ziet hebben we zat keuze in bikinis. Ja. Alle kleuren, alle maten. Elke trend mogelijk. Ik ga iets leuks voor je uitzoeken. Leuk. Gaan we doen. En dan nu het leukste deel, het passen. Ik heb er ook nog hele mooie broekjes bij. Misschien ook wel leuk. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Maar jullie moeten heel even wachten tot het strand, jongens.